We kunnen de auto's proberen. Ja. Ja. Trouwens, Jeroen zit in de jury. Ja. Ja. Die, ja. Je zegt dat al zo onheilspellend. Ja, ja, ik weet niet. Hè. Ik heb gehoord dat je een beetje bang bent voor Jeroen. Dat je ja. Hem, serieus? Ja. Ja? Echt? Ja. Ja? Ja. Hm. Maar vind je hem sympathiek? Of, Hij ziet er veel sympathieker uit hier, zo. Ja. Nee, serieus, vind je hem niet zo sympathiek? Of? Ik weet dat niet, want hij had zo'n heel strenge gezicht had. Maar dat valt ook heel goed mee. Ja, hè? Allee, Jeroen, ja. Vind jij Dalila sympathiek? Nee. Dus ja, ik heb Wim eigenlijk een paar uur geleden leren kennen, maar blijkt dat we toch heel veel gemeen hebben. Ja. Bijvoorbeeld skydiven. Ja. We hebben dat beide nog nooit gedaan. En ook niet met elkaar. Sorry. Eender was zeggen als je daarna sorry zegt. Dat is prima, dat gaan we afspreken. Ja. Binnenkort doet Elodie mee als kandidaat. Ja. Zal zij het goed doen, denk je? Ik denk het wel, want Elodie is eigenlijk een heel slimme vrouw. Ja. Ah. Ja, dat is goed. Ik meen dat echt, ja. Ik denk nee, echt. Dat is mooi. Ja. Ja, echt. En stel dat jij dan in de jury zit, die aflevering. Hoe ga je dat dan aanpakken? Ja, dat gaat wel dan een grote verrassing voor haar zijn, want... Zij weet eigenlijk niet dat ik hier altijd in de jury zit. Hm. Omdat ik schaam mij namelijk zo hard over de samenwerking met u. Dat ik altijd lieg en tegen haar zeg dat ik naar de hoeren ga. En waar ga je dan zo gezegd naar de hoeren? Brussel-Zuid. Ja. Zijn daar hoeren? Tom, wat verwacht jij ervan van de kandidaten? Wel, ten eerste, ik ben heel blij dat Frances gisteren de finale gewonnen. Mm. Omdat we hier nu met drie vrouwen zitten, drie sterke vrouwen. Dus ik voorzie eigenlijk geen problemen vanavond. Tenzij misschien straks, als ze allemaal de parking uit moeten manoeuvreren. En dan hebben we natuurlijk ook Dalila. En Erik, je weet, ik heb een bon voor vrouwen met exotische namen. Ja, dus daarom welkom, mevrouw Hermans. En dan natuurlijk Goedele, Goedele Wachters. Ja. Oh, Goedele. Woorden kunnen niet beschrijven hoe mooi jij bent. Zeker. Maar cijfers wel, 6 op 10. 2 waarschijnlijk. Ja. Erik, ik heb trouwens een dubbelganger van jou gevonden. Ja. Echt, toen ik die foto zag, dat was direct... Dat is een Erik. Wacht, misschien kunnen we eens kijken. Oh, 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 maar... Voordat je lacht... Ja. Beeld u dat beestje nu eens in met slechte tanden? Zal ik er eentje doen? Ja, goed. Oké, Erik, welke website beeld ik nu uit? Ja. Niet deze, maar dit. Ik zeg niks. Tweedehands.be. Ja, tevreden, Jeroen? Oh, heel blij, heel blij. Vooral met Goedele dan. Ja. Ik herinner ze nog van onze deelname, dan mag ik je kussen. Ja. Ik herinner me je zachte lippen, je prachtige lichaam, je zachte borst. Je zure zweetgeur. Vieze haren en vieze, vieze blanke huid. En natuurlijk ook Bartel, de boomchirurg. Dat is eigenlijk een ander woord voor tuinman, hè, want... En chirurg is, dan is mijn kuisvrouw een stofprofessor. Maar... alle respect voor uw job. En natuurlijk de derde kandidaat. Blij dat hij er is, Rob van Oudenhoven. Een absolute tv-legende. Hè. Wie kent hem niet? Ik dan geen moppen meer over mijn tanden, oké? Nee, het is te veel afgesproken. Ja. Mag ook niet, hè? Moppen maken over iets dat al dood is. Ja, ik vind dat... Ja, ik weet. Ik vind dat... Allee, dat vind ik het enige. Ik vind dat ze daar echt niet mee moeten mee lachen. Nee, ik weet het. Maar, ook maar zeker nu niet. Want hij heeft er werk van gemaakt. Maar ja, ik heb een zoutstraalbehandeling laten doen. Waar, ja, die... Ja, maar echt waar, Rob. Maar ze zijn precies uitgeschoven, want uw neus... Erik, wat hebben ze juist gedaan? Nee, ze hebben met zout gestraald of zoiets. Maar, dat schijnt dat... Wat heb jij dat laten doen? En, ja, iemand had mijn gezicht moeten laten doen. En, ik heb wanneer dat zijn ze klaar? Wanneer mogen ze gaan ophouden?
Nee, komen jullie vaak in Duitsland? Ik ben onlangs nog in Auschwitz geweest, ja. Auschwitz? Ja, daar werd ik toch even stil van, hè, want zo 25 euro inkom... ik kan nog altijd niet geloven. Nee? Auschwitz is niet in Duitsland. Nee, maar... Er zijn 6 miljoen mensen gestorven en jij gaat daar moeilijk over doen. Bildag Elodie, welkom. Welkom terug. Je hebt al eens deelgenomen, maar dat is jaren geleden. Ja, ja, ja. Dus ik stel de vraag opnieuw. Zou jij de slimste mens ter wereld kunnen worden? Ik vrees er ook deze keer voor. Ik had gehoopt misschien de slimste donkere vrouw, maar dat is ook wel gepasseerd. Dat moet, kan nog. Kan nog, ja. Maar dan moet hier, zit er voor de 9e keer. Ja, ja. Ja, dat is wel indrukwekkend. Hè? Ja. Dus, maar ik ga mijn best doen. Dat is zeer goed. Heb je steun gekregen van je geliefde? Nee. Ja. We hebben sowieso wat Trivial Pursuit gespeeld. En... Amai. Ja, hij zei dat ik beter een bril kon opzetten omdat ik er dan wat minder dom uitzag. Dus, dus ik denk niet... Ik denk niet dat hij in mij gelooft. Oh. Ja, hij zit heel toevallig in de jury. Heel toevallig. Ja. Dag Philippe, dag Jeroen. Wat verwachten jullie ervan vanavond? Ja, Erik, wat moet ik zeggen? Ja. Ik verwacht er heel veel van, hè, vanavond. Ik ben blij dat Elodie nu eindelijk eens kan laten zien aan heel Vlaanderen dat ze niet enkel bloedmooi is, maar ook echt ongelooflijk intelligent. Ah. Ik geloof er zo hard in dat ik zelfs onze geplande vakantietrip heb verzet naar een vlucht van 11 uur vanavond. We gaan garnalen vissen. Hè. Elo heeft er botten al aan. Het zijn wel de botten die hij betaald heeft. Maar... Ah. Ah. Ja. Dat doet zeer, hè? Ja. Nee, Jeroen, het toeval wil dat jij nu in de jury zit. Ja. Als dat hier is. Ja. Is het niet? Nee. Ik zag ineens rijdt zij achter mij naar hier. Ik denk, tja. Nee, wat verwacht je van Bill? Dat hem met zijn poten van Elodie. Bijvoorbeeld je zingt of echt zoals het gezien of hoe zeg je dat nu echt juist? Ja, hoe zeg je dat nu weer juist? Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ja, klopt. Dat was Theo Franke. Dat is toch echt jouw burgemeester? Ja, ja, ja. Burgemeester van Lübeck en Linde. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee. En ik ga nog wel vaak lopen bij ons in het dorp, maar ik ben hier nog nooit. Nog nooit? Ja, hij heeft het natuurlijk druk. Hè. Ken jij hem? Niet persoonlijk, maar onze Remus zit wel in de crash bij kleine Wesley. En dat is de kleuter die zijn tweets bedenkt. Dat hierom dat jij niet wilt trouwen zolang Theo Franke burgemeester is. Dat is een gerucht, maar dat gerucht klopt niet. Nee. Ik wil niet trouwen zolang dat Elodie de vrouw is waar ik mee moet trouwen. Oh. Zegt jouw familie soms, als zij zoiets gezegd heeft over jou, geven ze dan soms opmerkingen? Nee, maar mijn familie, toen ik dat pas bekend maakte dat wij een koppel waren, deed daar zo wat geheimzinnig over. En ik zei, ja, ik heb een nieuwe vriend. Zo. Hey, weer alleen. Hij is grappig. En mijn oudste broer is een enorme fan van Philippe. Dus die zo... Philippe Geubels of wat? All right. Het is niet de Philippe. En dat zich uittekent. En dan mijn mama... Oh, is dat die van Kabouter Wesley? Oh, dat vind ik zo'n lieve, zo'n sympathiek. Ik zeg, ja, nee, het is niet Jonas City van José Tibile. Hey. En dan zei mijn mama... Maar als jij gelukkig bent, dan ben jij gelukkig. Ik rij lachend naar huis en weet. Nee, vinden jullie toch ook dat vrouwen met de auto mogen rijden? Absoluut, ja. Ja. Ik vind dat trouwens heerlijk. Als Elodie rijdt, we hebben een auto met zwarte bekleding. Ja. En dan ga ik altijd achterin zitten en dan kijk ik naar de verwonderde blikken van de mensen op straat die dan denken dat ik een zelfrijdende auto heb. Kijk ze nog, Erik. Ja, ik kijk in het publiek naar een nieuwe man. Ja. Hebben jullie wel eens een advocaat nodig gehad? Nee. Maar ik ben wel deze zomer dus officieel, en dat is echt waar, opgenomen in de pool van juryleden voor het Hof van Assise. Echt waar? Of? Ja, Hans Brabant. Dus ik kan echt opgeroepen worden bij een moordzaak bijvoorbeeld, om in de jury te gaan zitten. Oh, ik zou zo graag daar even nu zitten in je jury en dan mijn commentaar geven. Ja, maar ik ben zenuwachtig, want dat is toch allez, zo rijk. Dan moeten onze moppen echt top zijn. Nu jullie geheimen baren.
Zeker en vast. Absoluut, Erik. Ik ken ook trouwens heel veel geheimen. Zo is er bijvoorbeeld, ik zal geen namen noemen, ik zal discreet zijn, maar iemand met wie ik samenwerk in deze quiz heeft een uithangende anus. En dat is zo erg dat hij als enigste moet blijven rechtstaan tijdens het werk. Ook zo? Ja. Dansen, ik doe dat gewoon heel graag. Ah, oké. Okay. Elodie? Ja, ik dans ook heel graag. We doen dat ook veel thuis. Remus en Jeroen. Dat is waar. Oh, mannetjes, dat ga je niet meer stukken. We doen dat heel vaak, s'avonds met ons drieën. Allee, Remus en ik, we dansen supergoed, vind ik. Remus heeft ook echt heel veel gevoel voor ritme. Ja, bij hem. Dat is toch precies zo iemand die een epileptische aanval krijgt. Goede blanke man op de achtergrond. Nee, maar wij dansen echt veel. Gewoon grappig. Je neemt gewoon wraak voor alles wat er weer al gezegd is. Ik zit hier misschien maar één keer. Ik moet er... Dalila, een studie van de Geneva University Hospital onderzocht naar welk lichaamsdeel vrouwen het eerst kijken bij het zien van een man. Welk deel van het lichaam is dit? Ik vertel er nog bij dat de mannen in het onderzoek alleen maar een zwembroek aan hadden. Dus naar waar kijken vrouwen het eerst? Wat lichaamsdeel? Ogen? Ja. Nee, dat is niet goed. Elodie? Buik. Ja, klopt. Ja? Je twijfelt er zelfs niet aan? Of, Nee? Nee? Ja, nee. Nou, ik vind dat verrassend. Ik denk dat het misschien komt omdat ik uit de sport kom en dat we zijn zo gewoon... Lichamen. Ja, omdat inderdaad je lichaam en je lichaamssamenstelling, dat vertelt ook iets over je fitheid. Ja. En dat een buik, dat is zo typisch iets waarna je kunt zien of iemand ook getraind heeft en zichzelf goed verzorgd heeft. Dus... Wat dat jij dan bij mij doet, ik zou het echt niet weten. Ja. Nee, maar hij heeft wel een mooie buik, denk ik. Ik heb hem nooit gezien, maar het zit er wel. Wat? Hij heeft een buik, hè. Ja. Philippe amuseert ze eigenlijk. Het is heel gelukkig dat hij Nee. Naar wat kijken jullie het eerst bij een vrouw? Ik moet eerlijk zijn, Erik. Ik kijk gemakkelijk naar de borsten. Serieus? Ja, dat is zelfs bewezen dat ook 85% van de mannen kan na een gesprek met een vrouw niet de kleur van haar ogen zeggen. Ah, nee. Maar jij wel, of... Ik wel. Ja? Ja. Elodie? 75B. I wish. Ja. I wish too. Wakker worden naast een kraaiende haan is niet plezant. Wakker worden naast deze haan is pure horror. Ja, hebben jullie dieren eigenlijk in de tuin? Nee, maar we hebben wel eens een vos gehad. Een vos? Ja. En die lag de zon op ons terras. En Jeroen belt me: oh nee, wat moet ik doen? Een vos. Ik zeg: ja, ik denk dat hij dood is. Ik zeg: ja, je moet daar kip naar gooien. En dan heeft hij dus een pak kip van de lijst gepakt, zo van die plakjes, en heeft hem dan naar die vos gegooid. En dan is hij gewoon gaan lopen. Echt, man werkt 10 jaar aan imago. Echt. In de avond. Ah, ik zie hem daar zo met kippenfilet. Ja, het is wel een held, hè? Ja, ja, ja. Ja, dus... ja, ja, het is echt... Als ik problemen heb, moet je Jeroen bellen. Dan kun jij best eens bellen, want jij hebt straks een groot probleem.